Al mijn hele leven proberen ze mijn Rotterdam-Zuid net zo welvarend te maken als de rest van de stad. Vlak bij de Erasmusbrug gaat dat goed en is alles mooi en nieuw. Maar dieper op Zuid vind je de armste buurten van Nederland. Het gemeentebestuur heeft zijn hoop gevestigd op voetbal. Een nieuw stadion voor Feyenoord moet zoveel activiteit opleveren dat een nieuwe wijk tot ontwikkeling komt. Feyenoord in hart en nieren, in goede tijden en in slechte tijden. Feyenoord lijkt me alles Feyenoord. Maar kan dat wel? Kan een voetbalstadion een stad stil redden? De ambitieuze types onder mijn oude buren zijn positief over de plannen. Zij hopen dat een nieuw stadion Rotterdam-Zuid echt verder zal helpen. Wat denk je dat het kan betekenen voor deze buurt als daar een nieuw stadion komt? Weet je, een voetbalstadion brengt veel meer met zich mee dan alleen de sport zelf. Hè. Het opgroeien in bijvoorbeeld verenigingsleven brengt veel meer met zich mee. Kinderen leren andere culturen kennen. Stel dat jij toen klein was geweest en dat is allemaal gebeurd. Wat had dat, denk je, betekend? Nou, ik denk dat ik dan op hele jonge leeftijd al veel meer had gezien en veel breder mijn horizon had getrokken. En ik denk dat dat heel erg nodig is voor deze kinderen die hier opgroeien. Want er is veel meer dan wat hier alleen zichtbaar is. En er is veel meer buiten je eigen bubbel. En ik denk als dat mogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld zo'n Feyenoord City, dat heel erg kan bijdragen aan de ontwikkeling van al deze kinderen. Maar een deel van de aanhang wil de Kuip gewoon niet kwijt. En voorlopig gaat hij ook nergens heen. Omdat de kosten honderden miljoenen hoger uitvallen dan gedacht, heeft Feyenoord het werk aan een nieuw stadion voorlopig gestaakt. Een Feyenoord café. Ja. Gaat het veel over Feyenoord City? Als de mensen hier langskomen? Ja, als het weer even in het nieuws is, net als natuurlijk een tijdje geleden van het gaat niet door. Ja, dan staat iedereen wel te juichen, want het is allemaal tegen Feyenoord City. Niemand is voor? Nee, ik heb nog niemand meegemaakt die voor is. Ik denk gewoon als je echt iemand bent met een Feyenoord hart, moet die Kuip gewoon blijven bestaan.